Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. En in het kader van gezond bewegen ben ik vandaag te gast hier in het Home of Heroes, waar ik ga lasergamen. Ik ga op zoek naar de vijand. Jullie gaan de warming-up doen met Ricardo. Veel succes. En ik ga de duistere gangen in. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Vandaag beginnen we met een nieuwe oefening en dat is namelijk 2 keer jumping jack en 2 keer knie omhoog. Wissel, 2 keer jumping jack en 2 keer knie omhoog. Oké, alles 2 keer, dan gaan we 3, 2, 1, komt-ie. Jack, jack, knie, knie, wissel, jack. Jack, knie, knie, wissel. Oké, netjes. Dan gaan we kijken of we die knie iets hoger kunnen optillen. Laatste secondes. Oké, dankjewel. Fijne dag. Doei. Hey, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Weet je waar ik sta? Ik sta bij de Heuf, de handbaltempel van Nederland. Hier speelt Bevo, een van de beste handbalploegen van Nederland. Vandaag ga ik kijken hoe het leven van een tophandballer eruit ziet. Gaan jullie mee? Hey, ben je niet een van die tophandballers van Bevo, Jeroen van den Beuken? Ja, dat klopt. Ik ben wel benieuwd hoe het is om tophandballer te zijn. Kan je me eens wat laten zien? Ja, tuurlijk. Kom maar mee. Kijk Barry, we gaan vandaag bij Peter gaan we testen. Wij moeten 2 keer in de week moeten wij een sneltest doen om in ieder geval te mogen handballen. Dus we gaan lekker naar binnen en kijken of we hopelijk negatief zijn. Jo. Nou, hopelijk geen corona positief vandaag. Nou, altijd prettig. Nou, over een kwartiertje weten we of het positief of negatief is. Ah, deed dat geen pijn? Nou, het valt mee, maar je krijgt er wel een traanoogje van, maar het is ook weer zo voorbij. Als je goed kijkt zie je bij de C een streepje staan. Dat betekent de controlestreep dat de test goed uitgevoerd is. En als er bij de T een streepje zou komen te staan, dan ben je positief. En in dit geval lijkt erop dat het negatief is. Maar we moeten nog even afwachten. Kijk Berk, de uitslag is negatief. Het mondkapje mag af. En we gaan lekker een balletje gooien. Top, ik ben benieuwd. Kijk Berry, hier zijn we in onze prachtige handbalzaal. We kunnen natuurlijk niet gaan handballen zonder de juiste kleren en schoenen aan te doen. Dus, Ik ga hierop. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar zien dan. Ten eerste werken we hier op het veld keihard aan onder andere onze techniek. Kan je me al voordoen? Ja, natuurlijk. Hier heb je al voor een bal. Plak dat in. Ja, wij gebruiken hard met handbal en daardoor kunnen we beter de bal vasthouden en beter gooien. Dit is de eerste oefening, Per. Ik doe hem even voor en dan kun jij hem daarna nadoen. Ja? Dat gaat al best goed, Barry. Zullen we een wedstrijdje shoot-out doen? Ieder 3 keer gooien, kijken wie het beste is. Kom maar op. Zeg. Yes! Hoppa! Maar hoe vaak train je eigenlijk? Wij trainen een keer of 7 in de week, waarvan we 2-3 keer ook krachttraining doen. En in het weekend spelen we wedstrijd. Maar waarom moeten jullie eigenlijk krachttraining doen? Handbal is een hele fysieke sport, dus heel veel fysieke duels. Dus daarvoor moeten we ook sterk in het lichaam zitten. Zullen we anders even een kijkje gaan nemen bij onze krachttraining? Dat is goed. Dit lijkt wel een heel groot fitnesscentrum. Dat klopt ja, hier doen wij altijd onze krachttrainingen met het handballen.
Kijk, daar kan ik wel, laat maar eens op. Toch best moeilijk. Jeroen, kan jij het voordoen? Ik zal het even voordoen. Even de fingers daar zijn. Heb je nog meer toffe oefeningen? Dat zullen we eens vragen aan onze krachttrainer Per Hendricks. Dus jij bent Per? Ja, dat klopt. Ik probeer de jongens van Beven zo top fit mogelijk te houden. En ik denk dat ik wel een leuke oefening voor je heb. Niet heel onbelangrijk, is sprongkracht binnen het handbal. Dus doe je mee? Ja, is goed. Armen meezwaaien. Als jullie zo trainen, hebben jullie dan nooit blessures? Helaas hebben wij ook wel eens blessures. En dan gaan we daar meestal naar onze fysiotherapeut Peter toe. Anders gaan we even kijken nemen, gaan we even langs. Kijk Barry, hier zijn we bij Peter. Hier werk ik zelf ook naast het handbal. Maar dan moet ik wel even mijn werkkleren aan doen. Dan zullen we jou anders eens eventjes op de behandelbank leggen. Ja, ik ben laatst op mijn knie gevallen, dus dat zou wel fijn zijn. Nou, laten we gaan. We zullen eens even kijken Barry, hè, of er iets aan de hand is met de knie. Denk ik dat het wel goed moet komen en dat je gewoon lekker kan sporten. Met handballen ging het volgens mij ook wel goed, dus het moet wel goed komen. Ik ga de sport nog wat vaker doen. Je hebt me heel veel geleerd en laten zien. Ik heb heel graag gedaan en succes verder. Dankjewel. En jullie, laters! Welkom terug bij Smullen met Wesley. Ik ga vandaag voor jullie maken een mooi dessert met yoghurt, blauwe besjes en honing. En ik ga jullie vooral laten zien hoe je dat nou heel mooi kunt presenteren. Wat hebben we er nou voor nodig? Uiteraard Griekse yoghurt, honing, blauwe bessen, rode bessen, munt en muesli. Dan gaan we beginnen met de Griekse yoghurt te mengen met de honing. Deze doe ik even in mijn mengkom. De honing erbij. Dan pak ik hier nog een paar blaadjes van mijn mint. En die snij ik nog even op de reepjes. En ook die doe ik bij mijn yoghurt. Dan meng ik het geheel even door. Dit ga ik nu presenteren in een glas. Ik heb zelf twee wegpotjes daarvoor gepakt. Maar pak gewoon welk glas dat jij mooi vindt. Pas ook eigenlijk gewoon overal in. Beginnen we met de yoghurt. Daarbovenop doen we een paar blauwe besjes. Daarbovenop doen we de rode besjes. Zo. En dan maak ik hem af met de topjes munt. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Hallo, ik ben Wout en ik zit in groep 6 van basisschool De Brink in Meldersloo. En ik ga een mop vertellen en een smoothie fietsen. Er waren twee slakken en één slak zegt tegen de andere slak. Zullen we oversteken, de andere slak zegt. Nee, de bus komt over 2 uur. Gezondheid. Zo, wat gezond. Proost. Oh, hier zijn jullie. Ik kan niemand vinden. Geen vijand te vinden. Heeft misschien alles te maken met corona. Dus na corona nog maar een keer terugkomen. Ik bedank jullie voor het kijken. Dit was Kerngezond TV. Tot de volgende keer. Hoi. Pioe.